Erik Snijders, de grote man achter de braderie. Hoe gaat het? Het gaat prima. We hebben heel mooi weer en we hebben een hele drukke braderie. En heel veel tevreden mensen. En daar doen we het voor. Toch? Heb je er veel uur in gestoken? Ja, ik denk dat ik wel tegen de 40 uur aan zit dat ik erin heb gestoken. Dus er was wel iets te organiseren al met al. Maar ja, het resultaat staat er. Dit is het 9e jaar dat ik nu bezig ben. In het verleden heb ik met Rob Verhoekel gedaan, met Jookje Verhoekel. En we hebben natuurlijk wel hulp van heren, mijn zoon bijvoorbeeld en vriend. Die gaan door de straat en die maken de boel in orde. Maar het is wel dankbaar werk en leuk werk. En zeker als het dan druk is en mooi weer is. We hebben een bestuur met meerdere personen. Maar goed, die hebben in het verleden hebben ze dat nooit gedaan. Dus die wisten niet zo goed hoe het moest. En ja, iemand die het weet, ja, die moet het doen, hè. In de jaren 70, 80 is het al begonnen met de braderie. En toen heeft het ook een tijd stilgelegen. Sint-Jozef heeft een keer een feestweek georganiseerd. En toen is het begonnen eigenlijk dat we weer opnieuw de braderie hebben, een leven hebben ingeroepen. Dus ja, dat zijn toch wel heel wat jaren eigenlijk, al met al. Alle ondernemers doen mee? Eigenlijk de meeste wel. Ja, en de meeste zijn wel enthousiast. Zeker als er zoveel mensen langs je winkeltje lopen. Het kost een paar cent, maar het weegt niet op. Ik zeg altijd, een advertentie in de krant kost vele malen duurder. En meer dan hier staan met de werk. Het kost je tijd. Denk je dat de mensen daar na de tijd ook een resultaat van zien? Dat moet wel. Je kunt alleen niet meten. En als je iets niet kunt meten, is het altijd lastig om te zeggen van ik heb er profijt van. Het levert altijd wat op, dat moet gewoon. Het is al heel gezellig als de mensen hier door de straat kunnen lopen. En even langs die kraampjes te snuffelen. Maar het is vooral ook heel leuk dat ze gewoon andere mensen tegenkomen. En oude bekenden van vroeger. En dat is wel heel leuk. Het is een soort reunie eigenlijk. Dat is me opgevallen. Dat is erg leuk. Ja, ja, ik vind elk jaar weer opnieuw leuk. Zeer de moeite waard. Ronald Huisman, de Birdie Man. Leuk toch? Ik fluit altijd naar die mooie meisjes. Maar ze fluiten niet meer terug. Dat is wel jammer. Nee. Ze zeggen ook niks meer. Nee. Dat blijft leuk. Als je een beetje oefent, dan kun je iedere vogel imiteren. Ja. Kun je ook zeggen van als Birdie Man dat soort vogel imiteer ik? Ik heb totaal geen weet van welke vogels. De enige die ik kan is de scheidlijster. Ja, ja. Maar die gaat heel hard, hè? Ja, het is een klein dingetje wat je op je tong legt. Dat maakt je goed nat en dan kleeft het aan je gehemelte. Oh, dat blijft het blijft gewoon zitten, ja. En dan doe je met je lippen. Brrrr. Talentenklas Klassiek van Kaliber Kunstenschool kreeg zaterdag in de Bleekkerk een workshop-podiumpresentatie van saxofonist Niels Bijl. Zoals iedereen weet is de Kaliber Kunstenschool een van de leidinggevende muziekscholen van deze regio en heeft een hele mooie jongtalentklas waarbij de jonge talenten van deze regio op instrumentaal vlak zeer professioneel worden begeleid. Maar wat we hier doen is, vanmiddag om 2 uur is er een concert. En we hebben nu een dikke 2,5 uur de tijd om met elkaar te praten over hoe sta je als muzikus op het podium. Dus je bent er als jong talent helemaal niet mee bezig van wat voor impact je persoonlijk hebt op een podium. Maar het is wel heel belangrijk om erover na te denken. Of je nou in de lijn van de grote meester Heifetz wil, die zegt het gaat niet om uiterlijke schijn, maar alleen om de muziek. Of als je kijkt naar ensembles als Fuse of Rakatse, die zich er heel goed van bewust zijn dat je een podiumuitstraling moet hebben om ervoor te zorgen dat het publiek ook van je gaat houden. Met verschillende leden van de talentenklas, en dan vooral klassiek muziek, hebben wij een workshop gehad van saxofonist Niels Bijl. En die heeft ons eigenlijk verteld van, nou, wat moet je nou precies doen op het podium? Hoe sta je en wat moet je tegen het publiek zeggen en zo? Dus daar hebben we ongeveer 2 uurtjes... Heeft hij ons allemaal even behandeld, zeg maar, wat we het beste kunnen doen en wat we kunnen verbeteren aan onze podiumtechniek. En daarna hebben we dus, wat we hebben geleerd, hebben we dus in een concert in de uitvoering gebracht.
ik geef vandaag een opzet, een aanzet. En ik laat ze vooral zelf ook nadenken. Bij podiumpresentatie gaat het vooral om dat ze er zelf over nadenken wat ze graag zouden willen. Bij podiumpresentatie is het juist de kunst om niet te vertellen wat je zou moeten doen om je goed op het podium te presenteren. Heb jij er wat van geleerd? Zeker, dat ik onder andere meer met de pianist een beetje moet communiceren en zo. En dat als je goed moet kunnen spelen, dat je niet altijd heel snel hoeft te kunnen spelen. Dat niet zeg maar het belangrijkste is wat je moet kunnen als muzikant. Als er één beeldbepalend gebouw in Almelo is, dan deze wel. De watertoren aan de Reggestraat is van verre te zien. De toren is gebouwd naar een ontwerp van de watertoren in IJmuiden. In 1928 in gebruik genomen door de Algemene Waterleidingmaatschappij Almelo, WMO, en heeft een hoogte van 38 meter en 10 centimeter. In de watertoren leiden 144 traptreden naar het waterreservoir van 750 kuub. Daarboven leiden twee stalen wenteltrappen langs het reservoir naar de zolder onder de houten kap. Als rechtsopvolger van WMO stelde Wietens de watertoren in 2006 buiten gebruik. In 2010 werd de toren aan een ondernemer verkocht. Anno 2015 is er een ontwerpbestemmingsplan om van de watertoren een woning te maken. De nieuwe eigenaar wil hier zelf gaan wonen, maar de verbouwing is hem voorlopig te kostbaar. Alleen al een steiger rond het pand komt op 43.000 euro. En dan moet de verbouwing wel beginnen. Maar haast heeft de eigenaar niet. Wachten kan hij ook niet, want wat is er dan mooier dan elke ochtend wakker te worden en uit te kijken over alle uithoeken van onze stad? MUZIEK